Nederlands grootste scheepsbouwer Damen Shipyards exporteert al 35 jaar boten aan Libië. Ook als er in 2011 een Europees wapenembargo komt vanwege de burgeroorlog in het land, blijft Damen boten leveren. We weten een aantal vaartuigen die sinds 2012 zijn geleverd te lokaliseren met behulp van digitale informatie, zoals openbare satellietbeelden en analyse van video's op Facebook. Het gaat onder meer om de Stamp Patrol 1605, een patrouillevaartuig. Uit de product sheet van Damen blijkt dat dit type boot is uitgerust met een zogeheten mounting, bevestigingspunten waar een machinegeweer op kan staan. Volgens de Europese regels geldt de boot dan als een militair vaartuig. Damen exporteert de boten echter als civiele boten, zonder wapenexportvergunning. We vroegen Damen hoe dat kan en of de boten in Libië daadwerkelijk zijn geleverd met bevestigingspunten voor wapens. Ze laten per mail weten met de koper te hebben afgesproken geen nadere informatie over de schepen bekend te maken. Op hun eigen website staat een foto van de boot die aan Libië is geleverd. Het gaat om de Talil. Duidelijk zijn de bevestigingspunten voor wapens te zien. De punten komen overeen met die op de tekening van de product sheet. In openbare bronnen vonden we meerdere patrouilleboten in Libië terug met daarop wapens gemonteerd. Een van die boten is dezelfde Talil. De Talil is geleverd aan de Libische marine, maar wordt gebruikt door een militie die volgens een VN-rapport betrokken is bij mensenhandel en mensensmokkel. De patrouilleboot zou volgens de organisatie Sea-Watch bovendien op 21 oktober 2016 betrokken zijn bij een incident waarbij 20 tot 30 vluchtelingen zouden zijn verdronken. De Duitse freelancefotograaf Christian Dietz is bij het incident aanwezig en maakt de foto's van de patrouilleboot. As the sun rises, we come across more boats. De organisatie meldt in een rapport dat de Libische kustwacht de migranten inhumaan heeft behandeld met verbaal en fysiek geweld en door gevaarlijke manoeuvres uit te halen. Dat de bemanning van de Talil vaker vluchtelingen slecht behandelt, is te zien op deze beelden. We hebben het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd of zij weten van de export van Damen en hoe de vaartuigen nu worden ingezet. Het ministerie laat weten nog met Damen te overleggen over een antwoord.